kerstdagen zijn weer begonnen en daarom is het tijd voor ons en voor iedereen om jullie te voorzien van hartstikke leuke kerstideetjes. We hebben al wat dingetjes laten zien, zoals de mooie kerstkrans. En vandaag is het mijn beurt. En ik ga voor jullie aan de hand van houtjes, kijk maar eens mee, ga ik een prachtige versiering maken die ik binnen of buiten kan ophangen. En natuurlijk zelf ook kan versieren. Eerst leg je ze neer van groot naar klein. Op het einde van de tafel leg je een klein glaasje neer waar je straks de lus omheen kan maken. Heb je een mooi ophangstukje. En daarna is het tijd om het geheel te versieren. Kijk maar eens mee. Nou, dus voor iemand met twee linkerhanden vind ik dat ik het nog redelijk goed gedaan heb. Het heeft al een beetje de vorm die we willen dat het gaat krijgen. Maar het is natuurlijk nog lang niet leuk genoeg. Dus nu is het tijd om het te gaan versieren. Kijk maar eens mee. Nou, zoals je ziet is hij zo goed als klaar. Ik ga hem nu even ophangen en dan kan je er natuurlijk nog wat balletjes in doen en nog wat verder versieren. Maar we gaan eens even kijken hoe het eruit ziet. Ja. Je kan het natuurlijk zo aankleden zoals je zelf wil. Dus ik zou zeggen, probeer het zelf uit en laat het ons weten wat jij ervan hebt gemaakt. Vond je deze video nou leuk? Vond je het handig? Vond je het leerzaam? Vergeet niet te abonneren. Geef even een duimpje omhoog. En laat ons weten wat je ervan vond. Dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.